Hallo lieve kinderen en welkom bij wat alweer het laatste hoofdstuk van aardrijkskunde is voor dit jaar. De komende weken gaan we het hebben over het binnenste van de aarde, de rampen die daaruit voorkomen en de redenen dat het land Japan daar zo vaak de dupe van is. Om te begrijpen wat aardbevingen en vulkanen zijn en waarom ze op bepaalde plekken voorkomen, moet je eerst een idee hebben van hoe de aarde er van binnen uitziet. Daarom maken we daar in deze eerste video een start mee. Je gaat leren uit welke lagen de aarde bestaat, hoe en waarom de aardkorst onder ons beweegt en wat de gevolgen van die bewegingen zijn. In dit hoofdstuk leren we over krachten die van binnenuit de aarde komen. We noemen dat ook wel endogene krachten. Als je in de aarde gaat graven, dan kom je in eerste instantie vooral zand en steen tegen. Maar dat is niet waar de hele wereldbol uit is opgebouwd. Sterker nog, het grootste gedeelte van de planeet Aarde bestaat uit heel andere onderdelen. Het zand en steen dat wij kennen, dat is de aardkorst. Die vormt maar een dun laagje in vergelijking met de rest van de Aarde. Op de dikste stukken is de aardkorst zo'n 100 km dik. Op de dunste stukken minder dan 10 km. Dat klinkt als heel veel, maar bedenk dat de Aarde meer dan 6000 km is van de ene naar de andere kant. De aardkorst is dus eigenlijk als de schil van een appel, een heel dun laagje om een grote bol. Onder de korst is het zo warm dat gesteente daar gaat smelten. Je krijgt dan iets dat we magma noemen. Magma is hetzelfde als lava, maar dan binnen in de aarde. Deze laag noemen we de mantel van de aarde. Ga je nog verder naar het midden, dan kom je in de kern, en die is gemaakt van ijzer. In de mantel beweegt het gesmolten gesteente langzaam rond. En daar merken wij hier aan de buitenkant van de aarde ook wel eens wat van. De aardkorst waarop wij leven bestaat namelijk uit verschillende stukken die we aardplaten noemen. Doordat er onder die aardplaten magma zit, drijven ze als het ware op die laag. De aardplaten kunnen dus bewegen. Er zijn drie plaatbewegingen mogelijk. Soms bewegen platen naar elkaar toe. We noemen dat een convergente beweging. Als dit gebeurt, ontstaan er soms een gebergte omdat de platen tegen elkaar aan worden gedrukt. De tweede mogelijkheid is dat de platen uit elkaar bewegen. Dit noemen we een divergente beweging. Er komt dan een gat in de aarde. Maar dat kan toch helemaal niet? Nee, dat gat wordt dus ook weer snel opgevuld door de magma die dan naar buiten komt. Buiten de aarde koelt dat af en de magma wordt weer steen. De derde beweging is als platen langs elkaar schuiven. Dit noemen we een transforme beweging. Hier zie je de drie plaatbewegingen nog eens op een rijtje. Er zijn plekken op de wereld waar een plaat waar een oceaan op ligt, botst tegen een plaat waar land op ligt. De aardplaten waar land op ligt zijn veel dikker, want dat land komt helemaal boven het water uit. De platen waar een oceaan op ligt zijn dunner, maar wel veel zwaarder. Stukken aardkorst waar vooral land op ligt noemen we continentale platen. En stukken waar vooral oceaan op ligt noemen we oceanische platen. Bij een botsing tussen die twee schuift de oceanische plaat onder de continentale plaat. Dit is nog steeds een convergente beweging, alleen noemen we het in dit geval subductie. Als dat gebeurt kunnen er aardbevingen, gebergten en vulkanen ontstaan. Laat dit nou net bij Japan het geval zijn. Hier vindt langs een groot deel van de kust subductie plaats. Daarom heeft het land veel te maken met bijvoorbeeld vulkanen. Hoe die precies ontstaan en hoe een land daarmee omgaat, gaan we leren in de komende video's. Als het goed is, weet je nu na deze video uit welke verschillende lagen de aarde is opgebouwd, waarom de aardkorst soms in beweging is, welke drie soorten plaatbewegingen er zijn. En wat er gebeurt als een continentale en een oceanische plaat op elkaar botsen. In deze eerste video heb je direct veel nieuwe lastige begrippen geleerd. Voor de rest van dit hoofdstuk is het belangrijk dat je goed begrijpt wat die begrippen betekenen. Daarom ga je ze ook gelijk oefenen in Quizlet. Gebruik het linkje in de beschrijving van deze video om het lijstje van begrippen van deze video te zien en te oefenen.